Dus dat stel, dat loopt bij ons in de buurt alle horeca-etablissementen af, om voor dat nieuwe blad de top 10 samen te stellen van de beste en gezelligste eetcafés in de stad. Nee, dankjewel. Ja, daar heb ik iets over gehoord. Weer een of ander totaal overbodig blad. Kom, hoe heet het nou toch weer? De Stap- en Stadwijzer of zoiets dergelijks. Nee, dan. Nou werd ik vanmiddag getipt door Sjaak van Café de Muurbloem dat ik waarschijnlijk morgenmiddag tegen 1:00 of 6:00 aan de beurt ben. Maar, zegt Sjaak, je weet het nooit zeker. Ze laten je in het ongewisse. Oh, maar Olaf, daar hoef jij toch helemaal geen zorgen over. Benen komt zeker in de top 10. Top 5. Top 3, zeg. Door de week, met de lunch en met de avondhap. Ja, daar is natuurlijk niks mis mee, dat weten jullie ook wel. Maar in het weekend is 6:00 nou net dat dode uurtje en zeker op zondag. Nu zou ik jullie willen vragen. Ja, ik weet natuurlijk niet of jullie al eetafspraken hebben voor morgenavond. Kom dan gezellig naar Wenen en eet daar een hapje. Ja, alles van het huis natuurlijk. Oh, leuk! Ja, neem ik de generaal en de kinderen mee. Ja, we krijgen Willem zijn broer en zijn schoonzusje morgen op bezoek. Dus reken maar op ons viertjes. Oh, dan zijn we bijna met z'n tienen. Hé, hey. Geinig. Dat lijkt een beetje op een oud vriendinnetje van me. Je had ook twee van die ongelijke leggers. Ja, qua grootte dan, hè? Ja, maar dat komt door de zwaartekracht. Ja, of door het passief meeroken. Sorry? Ja, je mag er wel eens wassen. Moet je kijken, er zit zo'n dikke laag nicotine zit erop. Ja, dat was ik ook van plan. Ik wou er straks reinigen met een sponsje en een beetje ammoniak. Ammoniak? Dan kun je net zo goed meteen met een straalborstel beginnen. Ammoniak. Nee, Huub, ik zal jou eens een trucje leren uit de restauratiebranche. Dat doe jij met een aardappel. Aardappel? Ja. Dat is een oud recept van mijn grootvader, die was de restaurateur. Je snijdt een rauwe aardappel, die snij je doormidden. Ja. En dan wrijf je zo heel langzaam met ronddraaiende bewegingen over de olieverf. En dan moet jij eens kijken hoe ze daarvan opknapt. En als je de aardappeleters van Van Gogh moet schoonmaken, moet je dan een bloot vrouwtje nemen? Ja, maar dan wel eentje met twee gelijken, want anders gaat het strepen. Het schiet ook niet op. Misschien heb jij je wel vreselijk de olif laten nieten. Niet. Oké. Verrek, nou heeft ze geen tepeltjes meer. Nou ja, dat waren toch niet de sterkste punten. Ja, je de schildering laat los. Trucje uit de restauratiebranche, als Olaf nog eens wat weet. Volgens mij is het helemaal geen olieverf. Het lijkt wel plakkaatverf. Schoon waterverf, kan niet anders. Tess? Er zit iets onder. Secondenlijn. Ik zit het nu al een uur tegen elkaar aan te drukken en nog valt dat ding eraf als ik hem loslaat. Een bootje. Er komt iets heel anders onder tevoorschijn. Ja. Volgens mij heeft iemand dat foutje met waterverf eroverheen gekliederd. Kan niet anders. Hé, maar dat is zo te zien wel olieverf. Ik ben wel mijn vrouwtje kwijt. Ja, je tweede al. Hallo. Hoi. Oh, geinig zo'n strandtafereeltje of zeegezichtje of wat het ook mag wezen. Mag trouwens ook wel eens schoongemaakt worden. Dit kwam onder die aardappel van jou vandaan. Je meent het. Laat ik toch maar eens eventjes gaan vragen of alles daar wens is bij die twee gruizenmuizen. Anders kom je nog niet eens in de top 100 van het meest saaie eetcafeetje. Zijn dat ze? Ja, dat is het nou juist. Dat weet je nooit. Ze maken ze niet openbaar, ze komen zomaar je tent binnen. Wat bedoelde jij nou precies met onder mijn aardappel vandaan komen? Pardon, meneer. Ik vind dat helemaal geen mensen voor zo'n blad. Maar dat weet je nooit. We zijn een vermomming. Ik word hier bloednerveus van. Zal ik, als hij zo weer langskomt, net doen alsof ik hem ergens van ken? Ik kan vragen of hij journalist is. Slim plan. Ja. Maar dan moet jij hier natuurlijk niet blijven staan, want anders ontkent hij natuurlijk. Ja, u moet mij maar niet kwalijk nemen. Maar zo even was mijn oog even op uw schilderijtje gevallen. Al een aardig paneeltje. Zou ik het even mogen bekijken? Oh, be my guest. Zo. Is het een Maris of een Mauve? Nou, ik heb het op de rommelmarkt gekocht. Toen was het nog een naaktje met twee
Maar bij het schoonmaken kwam dit tevoorschijn. Mag ik? Ja, ga ervan. U heeft er verstand van. Ja, ik ben kunsthandelaar en taxateur. U treft het even niet. Maar over een uurtje is het hier een gekkenhuis. Ja. Een dolle boel. Ja, absoluut. Haagse school. Denk dat het een Roelofs is. Leuk. Erg leuk. Ja. Geeft toch altijd weer een mooi, realistisch beeld hoe het leven van die vissers en die landarbeiders eruit zag zo in de tweede helft van de 19e eeuw. Vindt u niet? Ja. Grappig. Erg grappig. Willem Nijholt, die komt hier wel eens een hapje eten. En die vrouw van de Tweede Kamer, hoe heet ze nou toch ook alweer? U wilt verkopen? Verkopen? Heeft het dan enige waarde? Ja, het lijstje moet eraf. Dat is er later omgedaan. Het is een fout lijstje. Maar zou het dan iets waard zijn, denkt u? Het paneeltje. Zonder het lijstje. Ja hoor, dat vertegenwoordigt wel enige waarde. Hoeveel denkt u dan dat dat waard is? Oh, nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Ja, ik kan het natuurlijk voor u laten veilen. Maar daar zit dus een onvoorspelbaarheidsfactor in die we in de gaten moeten houden. Ja, maar zo ongeveer? Men stelt samen met de veilingmeester een inzet vast en daar wordt dan mee geopend. Begrijpt u wel? Dus die veilingmeester zegt dan bijvoorbeeld, ik zet dit Haagse schooltje in voor, dan noemt hij een x-bedrag. En welk bedrag zou de veilingmeester kunnen noemen voor dit schilderijtje? Je kunt twee dingen afspreken. Hè? Je kunt hoog inzetten, dan zijn er weinig biedingen. Maar je kunt natuurlijk ook heel laag inzetten. En dan zijn er natuurlijk meerdere biedingen. Maar dat kan dan een opzwepend effect sorteren, waarbij het eindbod uiteindelijk behoorlijk hoog kan komen te liggen. En je bent natuurlijk eigenlijk in wezen ergens een verlengstuk van de huiskamer. En je probeert natuurlijk wat gezelligheid te creëren voor mensen die dat thuis niet hebben. Weet u wel? En met welk bedrag zou u als veilingmeester inzetten? Nou, dat is moeilijk te zeggen, maar ik zou zeggen, begint u eens met de Mevrouw laat vragen of u zich ook een beetje om haar wilt bekommeren. Ach jee. Neem me niet kwalijk hoor, Agaat. Maar ik was even in gesprek met deze alleraardigste mensen. Kom zo hoor, lieve. Ja. Ja, neem me niet kwalijk hoor. Ik praat te veel. Neemt u mij echt niet kwalijk. Maar u zei zes. Bij nader inzien zou ik zeggen acht. Acht? Acht. Acht wat? Ik zou zeggen, zet in op 8000 gulden. Volgens mij zijn dat niet die lui van dat nieuwe blad, hoor. Maar ja, zeker weten doe je het nooit natuurlijk.